Gaat hij een beetje? Nee? Wordt toch niet apart slapen gelijk erdoor, hè? Speciaal wel gaat er bij jou minder... chill op de bank, als je niet laat winnen. Op deze plek stond sinds de jaren 50 het café Het Viaduct. Het café moest gesloopt worden om ruimte te maken voor verbouwingen van de NS. Een grote klap voor René, want hij heeft 16 jaar voor de vorige eigenaar gewerkt. En 9 jaar lang is de zaak van hem geweest. En nu sta je hier en is het leeg. Het gebouw is weg. Het was mijn hobby, het was mijn ding. Ja, we waren hier heel blij mee en nu is het helemaal leeg. En ja, dat doet zeer. Ja, nog steeds. Ze hebben een nieuw pand gekregen en moesten verhuizen van Hilligersberg naar het Oude Noorden. Dat klinkt verder dan dat het is, ze hoefden namelijk alleen het spoor onderdoor. En sinds december vorig jaar hebben ze de deuren geopend van het nieuwe pand. De oude wc-deur hebben we meegenomen als kapstok. Heel veel mensen die ooit was hiernaast naar de wc zijn geweest, die vragen dan hier of ze naar de wc mogen. En dan staan ze gelijk aan deze deur te trekken. Dan hebben we de bovenverdieping. Dit is de nooduitgang, maar ook kan je zo het perron oplopen om de trein te pakken. Even een pijltje werpen. Had je eigen pijlen bij je? Nee, dat niet. Oh, je hebt pijlen meegenomen van hier. Goed zo. Veel plezier boven. Hoe lang kom je al in het café? 26 jaar. Ik denk een jaar of 6, 7 al denk ik. Ongeveer 3,5 jaar nu. Wat vind je nou van het nieuwe pand? Fantastisch. Ik mis het oude pand wel, maar ja, dit heeft wel wat. Ja, het is natuurlijk mooi, ruim, luxe en ik vind het heel mooi, absoluut. Wat mis je nou van het oude pand? Het lekkere knussen. De verbouwing zou een jaar duren, maar dat werden er uiteindelijk 2. Het pand is namelijk een monument. En toen kwamen er hele andere regeltjes bij. En toen is het heel moeilijk geweest om alle vergunningen te krijgen. We hebben verschillende momenten gehad dat we echt dachten van dit overleven we niet, dit redden we niet. Omdat sommige instanties heel moeilijk hebben gedaan. Logisch, het is een monument waar Rotterdam trots op is. Het was zwaar voor René, maar de vaste klanten waren een enorme steun. We hebben meegeholpen toen eindelijk alles voor elkaar was met dozen sjouwen. We hebben alles voor ons gedaan wat maar kon. Dat was gewoon... Door dit, samen met mijn vrouw en de vaste mensen, hebben we het nooit opgegeven. Ik heb geassisteerd achter de bar in de oude pand. En waarom wilde u hen helpen met de verbouwing? Omdat ik die mensen achter de bar gezellige mensen vind en eerlijke mensen. Daar gaat het om juist. Ze waren eigenlijk aan vakantie toe. Hoe merk je dat nu aan hun? Denk je dat ze echt al een beetje hier gezetteld zijn? Ja, je ziet er rust in terugkomen. Dus ze zijn weer wat vrolijker. De oude plek zit nog wel in ons hart, want dat is waar ik begonnen ben. Maar we zijn hier heel trots, we zijn hier echt ingeburgerd.